Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode. We gaan vandaag verder voor aflevering nummer 58 hier in Montreal op het circuit Gilles Villeneuve in Canada. Heb jij de vorige video in Azerbeidzjan gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het was een wat mindere wedstrijd, spoilers. We verloren daar de race door de kwalificatie. Verstappen pakte daar zijn allereerste overwinning voor ons team. Dus ja, het was wel even wennen, een tweede plek. Lange tijd geleden dat we dat hadden gehaald. Volgens mij was de laatste keer dat we dat hadden gehaald in seizoen 2. Dus alweer 2 seizoenen terug. Maar goed, ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me ook even op de sociale media. @GiananSchaven op Instagram, Twitter en Facebook. Zou leuk zijn. Gewoon volgen zou ik zeggen. Klassement. Tot nu toe in alle grote prijzen op het podium gaan staan. Hetzelfde geldt voor Max Verstappen. Dus in alle grote prijzen hebben Max en ik telkens samen op een podium gestaan. Hopelijk kunnen we dat vandaag dus weer gaan evenaren in Canada. Een baan die ons goed ligt. We zijn namelijk best wel snel op dat circuit. Seizoen 4 wonnen wij volgens mij de wedstrijd. Seizoen 3 wonnen wij de wedstrijd, want seizoen 4 zijn we inmiddels aanbeland. En waar we ook zijn aanbeland is de kwalificatie. Q1. Ik verwacht er gewoon veel van. En dan ben ik gewoon benieuwd wat dit gaat worden namelijk. We moeten het gewoon goed voor elkaar zien te brengen. We hebben er wel een klein beetje last van Mick Schumacher die daar rijdt. En die houdt ons wat op. Klein momentje overstuur op de curbstone. En ik heb gewoon momenten dat de auto weg wil glijden. Dirty air kickt in bij de auto. En dat rondje was niet goed. En we zijn er gewoon opnieuw naar buiten gegaan. Want ja, die tijd van Schumacher, die was gewoon pauperslecht. We komen dus op een 1-7-3. Dat was het rondje met Schumacher erbij. Dus moeten wij opnieuw naar buiten. We staan op een P8 in Q1. Gaan kijken of wij misschien een plekje hoger of misschien naar P1 kunnen gaan. Groen bij de delta, dat is goed om te zien. En moeten het zometeen gaan doen met de Ferrari power. Heel dicht langs die muur krijgen we een track limit bij de Wall of Champions. Maar we komen bij start-finish en het is een P5 op 2/10 van Verstappen. Zijn maar een 1/10 sneller. Maar we zijn wel door naar Q2 en ik ga proberen om op die medium compound te starten. Er is namelijk ook regen voorspeld tijdens de wedstrijd. Dus ik wil zo lang mogelijk door op deze banden om misschien een 1-stopper te doen. Je weet het maar nooit. Komen aan bij de Wall of Champions. Nemen daar een track limit waarschuwing mee. Komen bij start finish aan en dat is een 1-7-0. P1 in Q2. En dat is ook goed genoeg om door te kunnen komen naar Q3 op die medium compound. Dus we gaan een andere strategie doen dan de rest van het veld. Kijken ook wat dit rondje gaat opbrengen voor ons. Missen daar weer de apex in bocht nummer 2, dat is jammer. Onderstuur kikt daar altijd in. Wall of Champions, komen wij aan. Nemen wij dit keer wel mooi goed. Na start-finish en het wordt de tijd een 1-6-7. De pole position voorlopig. En dat wordt hem ook, want Hamilton komt 16e tekort. Hamilton en Verstappen en Perez. En Norris komen 16e tekort. Dus we zitten er gewoon weer bij. Verstappen dit keer wel goed bij de kwalificatie, want in Baku prutste die het met een P7. Sorry, een P6. Ik zou zeggen, laten we lekker beginnen voor de grote prijs. Er kan van alles gaan gebeuren, ook met die regenopkomst. Daar gaan we dan voor carrière aflevering
58 van F1 2021, My Team, Career Mode. We're back once again beside the St. Lawrence River here in Montreal for the Canadian Grand Prix. The event first moved to a variant of this track back in 1978. It was won by none other than Gilles Villeneuve, the first Canadian to ever win his home race, and in whose honour the circuit would be renamed. If you want flat-out racing, you've come to the right place this weekend, as it's full throttle for 59% of this 2.7-mile circuit, peaking at around 210 miles per hour going into the final chicane. But that speed requires discipline, and there are more than a few close walls here just waiting to punish drivers with a heavy right foot. It's time to take a look at our starting grid for today's race. The Professor lines up on pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Perez, Lando Norris, and Ricciardo, Sainz, Tsunoda, Gasly, and Esteban Ocon, Giovinazzi, Leclerc, Valtteri Bottas, and Joe, Russell, Stroll, Callum Eilert and Mick Schumacher, Latifi, Lundgaard, Mazepin and Marcus Armstrong. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel dus opnieuw een top 10 finish te behalen in deze grote prijs. We starten in ieder geval van pole position, dus dat is goed om te zien. Naast ons een Ferrari-coureur. Regen op het einde van de wedstrijd, dat weet ik nu al uit mijn hoofd. Dus dat kan nog voor gevaar gaan zorgen. Kijk maar, hevige regen. En een tweestopper, medium, medium, soft. We nemen extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen dan normaal. We gaan gewoon beginnen voor carrière aflevering 58 hier in Montreal op het circuit Gilles Villeneuve in Canada. We starten op pole position. Naast ons Lewis Hamilton, daarachter Max Verstappen, de lampen zijn uit en we zijn onderweg. Het was heel lang wachten, maar toch zijn we losgegaan in Canada. En Verstappen is beter weg, zit er al gelijk aan die binnenkant, worst zich er gewoon tussendoor. Hamilton staat daar stil in sector 1. Die moet helemaal van achteraan komen. Max op P2. Norris op P3. Perez op 4. Ricciardo 5. En wij dus nog steeds aan de leiding in de grote prijs. Dat is goed om te zien. Zet de paars in sector 1 neer. Snelst van allemaal in die eerste sector. En rijden op die medium compound. Norris naar P2. Verstappen verliest terrein. En gaat ook naar binnen voor een nieuwe neus volgens mij. Jazeker, Max naar binnen. Daar zien we hem rijden in de eerste ronde. Moet dus van helemaal van achteraan komen. Hetzelfde geldt voor Lewis Hamilton. En een nieuwe neus voor mijn landgenoot en teamgenoot. Gaat naar de medium compound. Oké, interessant. En dat wordt dus een inhaalrace voor de Nederlander. In ronde nummer 2. We zitten nog steeds in ronde nummer 2. Als we daar Lando Norris hebben die een aanval gaat doen voor de leiding in de wedstrijd. Heeft hier slipstream en overtake. Kijkt naar de binnenkant. We knijpen hem af richting die muur. Maar er is geen houden aan. En Norris heeft de leiding veroverd. En wij proberen hem nu terug aan te vallen in de grote prijs. En Norris zet de snelste raceronde neer. En wij vallen Norris daaraan, aan die binnenkant. Duwen hem daarbij en Perez kan profiteren. Maar Norris geeft niet op. Perez heeft ook het snelste raceronde punt laten noteren. DRS dus ingesteld. Herhaling van Lewis Hamilton. Kwam goed weg.
En wij gaan daar Verstappen verdedigen. Hamilton kijkt naar de buitenkant. Daar zit ook in één keer Perez aan die binnenkant. En dan wordt het daar 4 dik zelfs. En Hamilton is daar de pineut. Wordt daar op het gas geduwd en komt heel ver terug. Tot achter Mick Schumacher volgens mij. En voor Nikita Mazepin. Aan boord bij Verstappen. Die vertrok vanaf P3. Kwam gewoon uitstekend weg. En wij blokkeren hem al gelijk aan die buitenkant. En Max, ja, die wurmt zich er gewoon langs. Verstappen brutaal bezig en was even kort naar P2. En rijdt dus nu helemaal achteraan. Ronde nummer 3 is het. Als Lando Norris het daar opnieuw gaat proberen. Op het rechte stuk bij start-finish. Zit ernaast. Maar we remmen wat later. En Norris schoot daar wat door. Wij moesten Norris ontwijken en krijgen een cornercutting waarschuwing van race director. Ik weet niet waarom, maar ik heb een ongeluk voorkomen. En moeten nu naar Checo Perez zien toe te rijden voor een tegenaanval in de leiding in de wedstrijd. Ronde nummer 4. DRS geopend op de Mexicaan. Hier dan nog niet. We zitten net te ver weg. Gooien we hier weer onze overtakeknop aan om te kijken wat we kunnen doen. Maar we zitten hier klem. Dan wordt het zometeen dat rechte stuk. En daarna start-finish. Het gat is ongeveer 3/10 naar Perez. 8/10 naar Norris. We hebben hier DRS van de Mexicaan. Gaan in besparingsstand. Rijden er wel naartoe. En dus hier een tegenaanval gooien. We raken daar net niet Perez. En Perez remt ook heel laat. En toucheren elkaar daar wel. Perez 2 keer geraakt in de grote prijs. Hebben daar ook flink momenten overstuur. En Perez profiteert. Maar wij remmen hier wat later. En duwen de Mexicaan daar gewoon mooi wijd. We zitten in ronde nummer 16 van de wedstrijd alweer. Als we daar Mazepin hebben, die op een ronde wordt gezet in ronde 22 alweer. Sorry, op positie nummer 22. Excuseer, in ronde nummer 16. Nou, Mazepin geeft niet op. Moet hij toch echt aan de kant. Aan de kant, Mazepin. Ricciardo op P2, Verstappen op P3. Die zijn allemaal naar binnen geweest voor een eerste pitstop van de dag. Dus Max rijdt weer op podiumkoers. Interessant hoe snel hij zich naar voren weet te werken. Nog een ronde te gaan en zitten op de helft van de grote prijs. Banden zien er wat versleten uit. En in ronde nummer 18 duiken wij naar binnen voor onze eerste pitstop van de dag. Het begint ook wat donkerder te worden in de grote prijs van Canada. De wolken beginnen zich op te stapelen. Wij duiken naar binnen voor de medium compound en gaan volgens mij een nieuwe voorvleugel monteren. Jazeker, dus de pitstop duurt wat langer dan normaal. Gaat ons wat tijd kosten, misschien kostbare tijd. 7,8 seconden en Verstappen duikt mee naar binnen. En Ricciardo aan de leiding. Tsunoda op P3, Norris op P2. Nou, wij komen daar mooi voor Yuki Tsunoda weer de baan op. En het is P3. Op naar Lando Norris. Het gat is 17e, maar krijgen wel een track limits waarschuwing aan onze broek. Daar moeten wij voor oppassen natuurlijk. En hopelijk kunnen wij Norris daar zo snel mogelijk voorbij. DRS geopend op de jonge Brit. Lukt daar net niet. We moeten het zo meteen gaan proberen bij de hairpin. En jazeker, we vallen nog eens daaraan aan die binnenkant. En dat is P2. En noteren paars in sector 2. Op naar Ricciardo voor de leiding in de wedstrijd. DRS geopend. Overtakeknop ingezet. Ricciardo is hier in sitting duck. We kijken bij die chicane. En het is gelukt. Dat is gelukt en druppels beginnen op het scherm te vallen.
in ronde nummer 19. En we laten dat snelste race ronde noteren met een 1.9.5. Ronde 21, een ronde later. En Mazepin op een ronde gezet. We kunnen nog steeds mooi doorrijden in deze tricky conditions. Zijn 1,6 seconden langzamer en Norris op 5 seconden gereden. We moeten het gewoon rustig aan gaan doen in deze grote prijs. Zetten daar weer rood in sector 1 neer. Zijn 1,1 seconden langzamer en schieten daar een klein beetje door vanwege de grip. Okay, fitting intermediate tires next. En ik geef al aan, ga voor die intermediates. We komen naar binnen aan het einde van ronde nummer 22. Gaan voor de regenbanden. En gaan ook als een van de eerste naar binnen. ...2,3 is de pitstop. En we komen denk ik achter een Ferrari-coureur terecht van Charles Leclerc. In ronde 23 dus naar binnen voor de regenbanden. En schieten hier al een klein beetje door op het gras. Raken daar gelukkig geen muur. En komen achter Leclerc weer het circuit op. En Leclerc heeft het lastig. Heeft daar flink momenten overstuur. En moeten hem hier dan zien te passeren bij de hairpin. Dat lukt bij de bocht, excusez. En P9 is van ons de volgende heet aan Guangyu Zhao. En die hebben we gepasseerd. Sainz duikt naar binnen. En ook Ricciardo, Norris en Tsunoda duiken naar binnen. Dus wij rijden weer aan de leiding in ronde 24. Nog 11 rondes te gaan in de wedstrijd. En Max Verstappen duikt mee naar binnen met de jongens voor de intermediates. Verstappen rijdt buiten de punten. Blauwe vlaggen worden gezwaaid voor Nicolas Latifi in de Alfa Romeo. Moet daar aan de kant. Dat doet hij keurig. De volgende heet dan Mick Schumacher. Wel een klein momentje overstuur en Latifi pakt ons terug. Dat is niet de bedoeling. En dit keer is het echt gedaan met de Canadees in zijn thuiswedstrijd. Rijdt een eenzame wedstrijd natuurlijk. Vanwege die Alfa Romeo die gewoon niet goed is. Schumacher, de volgende. Rijdt op P16 volgens mij. Als ik dat goed zeg. Hebben daar meerdere momenten overstuur. Intermediates blijven op de auto, want het water gaat weg worden gespoeld, zegt Jeff. We zitten in ronde nummer 35, de laatste ronde loopt in de grote prijs. Als het geel is in sector 3, daar staat een Ferrari stil, of die gaat uitvallen, dat heet volgens mij Charles Leclerc. Jazeker, Leclerc uitgevallen in de grote prijs van Canada in ronde 34 voor hem. De regen is heftiger geworden, heviger geworden, extremer geworden. Tijd voor full wets, maar de race duurt nog een halve ronde, dus dat gaan we niet meer doen. Herhaling van wat er is gebeurd met Charles Leclerc in zijn Ferrari motor. En hier is het dan al gedaan, je hoort de toeren gewoon zakken. Weg, punten voor Charles Leclerc en Ferrari. Jammer, maar helaas. Komen aan bij diezelfde hairpin als ze daar een klein beetje doorschieten. Het gat naar Norris is 6,7 seconden. Gele vlag vanwege die Ferrari-auto die daar stilstaat aan de rechterkant van het circuit. 6,1 seconden is het gat naar Norris. Dat rijdt er niet meer dicht. Tsunoda gaat zijn allereerste podium pakken in My Team Career Mode. De Alfa Tauri-coureur doet dat goed. Wij gaan hier weer de wedstrijd winnen in Canada. Nemen weer belangrijke punten mee in het kampioenschap. En gaan ons voorbereiden voor de volgende wedstrijd in Frankrijk. It
wasn't always plain sailing today, but a very important win nonetheless. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Rain always has the potential to liven up a race and mix up the order, and they've taken full advantage of that to claim the victory today. It's always a bit of a lottery when the conditions are like this, but they've managed to stay on circuit and have come out on top. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much-deserved victory and a brilliant performance from them all. De uitslag van de Grote Prijs van Canada. Wij winnen dus de wedstrijd, pakken ook dat geld race onder punt. Bottas rijdt driver of the day. Norris naar het podium. Yuki Tsunoda pakt zijn allereerste podium in zijn Formule 1 carrière voor AlphaTauri. We stappen teruggeknopt naar P14. Jammer maar helaas. Ricciardo 5, Perez 6, Giovinazzi 7, Sainz 8, Guan Yu Zhao 9 en Ocon op P10, Stroll 11. Hamilton 12, Gasly 13, Verstappen dus P14. Marcus Armstrong P15. George Russell P16, Island 17, Schumacher 18, Latifi 19, Lundgren 20, Mazepin 21 en Leclerc toch nog gekwalificeerd op P22. 54 punten verschil naar Verstappen, 132 punten verschil naar McLaren. Dus beide kampioenschappen gaan gewoon de goede kant op. Rivaliteit breakdown met mezelf en Hamilton 5 tegen 2. Dus dat hebben wij al eigenlijk in de tas, vind ik. Team acclaim. Level 26 dus het team. Level 21 en level 21 dus Max en mezelf. Doen we goed. Moeten we alleen maar vol zien te houden in deze series. $2,99 miljoen binnengeharkt. Vanwege de sponsoren. Helaas wat schade gereden. 10k misgelopen. En in totaal is dat $28,01 miljoen op de bank. Dat is goed om te zien. Daarvoor kunnen we bijvoorbeeld faciliteiten kopen en misschien het contract met Max open gaan breken. Om te kijken wat hij vraagt voor misschien wel seizoen 5. Of we pakken iemand anders, maar het seizoen is nog vroeg. Dus eerst maar Max tevreden zien te houden. Maar goed, ik ga deze video afronden namelijk. Ik hoop dat je genoten van deze video. Heb je genoten, bloem dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. Abonneer als je nieuw bent. Abonneer voor meer. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F2021 My Team Career Mode. Ga verder in Frankrijk.